Jan Justen, welkom in Assen. Jij staat niet op de lijst om op te treden, maar wat kom je hier doen? Ik ben gezellig met Leroy en de Witte mee. Ja. Hoezo, met hun? Ik had niks staan vanavond, dus Leroy belde me gisteren op. Hij is een hele goede vriend van mij. En hij zei, ga je gezellig mee? Ik zeg, ik hou er natuurlijk wel van een feestje, dus ik ben er gezellig bij. Leuk. Kun je het gelijk over je single hebben? Die is pas geleden gelanceerd. Hoe kwam die tot stand? Eigenlijk is mijn nieuwe single, dat is Ik heb vertrouwen, dat is eigenlijk een opkomen van liefde. Want liefde is ook uitgebracht door Django Wagner. En daar hebben we eigenlijk een vervolg gelijk op gemaakt. En Robert Vecht heeft die uitgebracht. En heb ik weer bij Martin Sterk in de studio opgenomen. Weer bij Martin Sterk, dus daar ben je vaker geweest. Ja, het is nou mijn vierde single die ik bij Martin Sterk op heb genomen. En waarin onderscheidt Martin zich ten opzichte van een andere producer? Ik heb gewoon een hele goede band met Martin zelf. En hij weet wat ik wil en ik voel me daar gewoon thuis. Ja. Waar woon jij dan? Ik woon zelf in Veenendaal, vlak bij Utrecht. Ja, niet bij de deur. Niet bij de deur. Nee, want er zijn toch producers ook in die regio, maar dan ga je toch even naar Valthermond. Ja, dat wel. Maar ja, als ik daar op mijn plek zit, dan wil ik niet weg. Wat is de bedoeling van het komende jaar? Heb je plannen voor een album, nieuwe singles? Waar ben je mee bezig? Waar denk je aan? Ja, ik heb net mijn twee nieuwe singles uitgebracht en dit jaar word ik ook 16. Dus misschien kan er nog een heel klein cadeautje in zitten. We gaan het volgen. Komt goed, dank je wel. Dank je wel.